Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Nog wat zon in het oosten, maar van het westen uit dringt bewolking op. En die bewolking wordt ook dikker en er gaat regen uitvallen. In de loop van de ochtend al in het westen en misschien dan in het midden van het land. In de middag trekt die neerslag geleidelijk aan ook naar het oosten. En dan maakt de zon overal plaats voor bewolking. Stevige wind in de kustgebieden, zelfs krachtig. Windkracht 6. Van tijd tot tijd wat regen. En temperaturen zo tussen de 16 en 19 graden in de regen. Als de regen één keer ophoudt in de avond, kan het kwik nog heel eventjes oplopen in het noordwesten van het land. En dan beginnen de opklaringen langzaam wat binnen te dringen. Maar komende nacht kan er nog wel een bui vallen. En koud is het allerminst met 13 graden op de thermometers. Dan gaan we naar morgen, een meest droge dag met 19 tot 22 graden. Niet te veel wind uit het zuidwesten, de zon erbij, een prima dag. Een klein beetje nazomer misschien al, maar daarvan wordt pas echt sprake in de loop van het weekend. Vrijdag nog niet, dan hebben we nog wat regenval in de ochtend in het zuidoosten van het land. Daarna worden droogte zon bij. Zaterdag steeds meer zon, zondag zon overgoten. En dan gaat het kwik naar 22 tot plaatselijk zelfs 26 graden. En hebben we echt nazomer weer. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.